Ja, ik zeg een zootje ongeregeld is het. Als je ook kijkt naar hoe het er al uitzag op het Prins Klausplein en als je ook hierachter kijkt hoe het er allemaal bij staat, is het een redelijk soortje ongeregeld, ja. En werken godverdomme, ja, inderdaad. Inderdaad, ja. Ja, zij zouden het wel eens even gaan vertellen. Het moest een groot protest worden. 80 mannen en vrouwen in pak zouden maandag om 12 uur de confrontatie aangaan met het Occupy-kamp. Indrukwekkende opkomst. Ja, het valt inderdaad heel erg tegen, maar ik moet zeggen dat ik er ook weinig zin in heb in die kou. Hoe is dat? Het mannen in pakken zijn eigenlijk watjes. Nou, eigenlijk, deze in ieder geval wel, ja. Ik ga demonstreren tegen het Occupy. Ik vind dat het genoeg geweest is en dat ze weg moeten. Vooral omdat de mensen die er nu zitten, ook gezien de reacties die ik nu krijg via Facebook, dat er eigenlijk maar weinig nog te maken heeft met waar Occupy zelf mee is begonnen. En wij zien Occupy meer als een grap hier in Eindhoven. En we willen gewoon op ludieke wijze laten weten dat de grap nu wel voorbij is. Dus drie mannen in een pakje die komen vertellen dat het over is. Ja, en de boodschap is ook duidelijk, hè? Dus trokken de actievoerders vol goede moed naar het kamp. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, welkom. Dank u wel. Is er ook iemand die ons te woord wil staan? Helemaal leuk. Ik zal me even voorstellen. Danny Corderom. Stefan. Aangedaan. Hallo. Even een meter prachtige planten. Hallo. Ik heb ook al gehoord dat jullie al van de tegenactie hadden gehoord. Jazeker, ja, ja. Ik vind het een prachtige gelegenheid. Ja, dat is voor jullie natuurlijk ook een beetje extra publiciteit. Zo, En publiciteit en een beetje, misschien kunnen we nog wat van onze ideeën ventileren. Ja. Na een lang en indrukwekkend gesprek, waar we jullie niet mee willen vermoeien, kwamen ze helaas niet tot de conclusie. Ja, heel indrukwekkende mensen en ook interessante dingen te vertellen. Ze zijn mij wel ontgaan, maar ik denk dat ze heel veel interessante dingen te vertellen hebben. Ik vond het al een hele stap dat ze hier naartoe zijn verhuisd in plaats van dat ze op het Prins Klausplein zijn gebleven. Maar ik denk niet dat ik de boodschap zo duidelijk doorkrijg dat zij zeggen van nu gaan we werk zoeken en gaan we de maatschappij daadwerkelijk helpen door de schouders eronder te zetten. Nou, ik kan je vertellen, we hebben niet echt heel veel mensen die het kamp benaderen. Maar er zijn er de mensen die komen, ook al hebben ze nog zo'n stalen skepsis tegenover onze punten. Bijna iedereen gaat met een bepaalde andere mindset weg. Ik zeg niet dat ze meteen van onze mening overtuigd zijn. Maar mensen verlaten deze plek meestal met een iets andere kijk.